een orkaan in Europa. En in Nederland de heetste septemberdag sinds het begin van de metingen. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Het gaat er heftig aan toe op de Atlantische Oceaan. We hebben te maken met een zeer actief orkaanseizoen. Deze week waren er tegelijkertijd 5 tropische systemen met een naam actief. De meest gevaarlijke is Sally. Deze storm trok naar de omgeving van New Orleans. Doordat de storm zo langzaam trok, viel er heel veel regen in een klein gebied. En dat leidde tot vele overstromingen. Een interessant feitje, door de drukte zijn bijna alle namen van de stormnamenlijst van 2020 gebruikt. Gelukkig is er nog een backuplijst, het Griekse alfabet. Een heuse Medicane, een samenvoegsel van de woorden Mediterranean en Hurricane, kwam afgelopen donderdagavond aan bij de westkust van Griekenland. Het is een vrij zeldzaam verschijnsel, een orkaan boven de Middellandse Zee. De Medicane heeft de naam Janos gekregen en zorgt voor heel veel regen en wind. Het westen van Griekenland kreeg te maken met windkracht 10 tot 12, zware windstoten tot wel 160 km per uur, zeer zware regenval en golven van wel 10 meter hoog. En voor de nummer 1 van deze week blijven we dicht bij huis. Het opwarmende klimaat heeft namelijk weer een signaal aan ons land gegeven. 15 september gaat de boek in als de warmste septemberdag tot nu toe. Vrijwel alle weerstations in Nederland schreven een nieuw maandrecord bij. Dit beeld past helemaal bij de klimaatverandering die nu gaande is. Steeds meer warmterecords zullen gebroken worden, want het einde van de opwarming van de aarde is nog lang niet in zicht. En dat waren ze alweer, de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer. Doeg!